Jobbiepeltjes, vandaag ga ik voor jullie een gedicht voorlezen. Het heet Stop het pesten. Vandaag is de dag dat pesten niet mag. Nee, pesten mag nooit. Ik was ook slachtoffer ooit. Het is beslist niet leuk. En achteraf lig je nooit helemaal in een deuk. Je hebt altijd volk en sommigen zijn vervelend. Voor jou, soms ook voor de omgeving. Dat is niet zo mijn ding. Nee, pesten is niet zo mijn ding. Ik schonk mijn pestersvergeving, want dat maakt mezelf vrij. Ik ben nu gelukkig en blij. En toch heb ik gevoelens met kinderen daarbij. Soms denk ik, kinderen? Ach. Nou ja, maar dan weet ik opeens weer, ja, ze pesten niet allemaal. En dan ben ik weer blij, ja. Dus nee, ik mag ze niet over één kam scheren. Maar ja, een goede jeugd mocht ik zeker ontberen. Ja, jammer dat het zo is gegaan. Maar nu, ik zal nu steviger in mijn schoenen blijven staan. Pesten, het hoort niet. Het is echt ziek. En zoiets. Doe je het toch niet? Giving up is not in my vocabulary. Hey you, you bullying ones. If you thought so, then you still don't know me. Stop bullying now. Anytime, anywhere, everywhere, anyhow. Copyright 2017, Pina Jones, and that's me. Alrighty. See description clip for more info. See ook omschrijving clip voor meer info. Also have a look at erwina.nl. Thank you well. Thank you well. Kijk ook op erwina.nl, dank u wel.